De vlaggen hangen half stok in Hasselt. Vanochtend om 8 uur wordt het condoleanceregister geopend. En meteen al staan tientallen mensen in de rij. Onder meer de partijtop van de Vlaamse Sociaaldemocraten, de partij van Stevaart. De sfeer is bedrukt. Ik heb maar 2 uurtjes geslapen en als ik mijn ogen opendeed om 4:30, dat was het eerste dat door mijn hoofd ging. Het is definitief, Steve komt nooit meer terug. Ook veel gewone Belgisch Limburgers komen afscheid nemen van Stevaart. Hij was een zeer populaire politicus. Dat is Hasselaar, zeg je. Dat verpleegt aan hem, hè. Tristig wat er gebeurd is, maar ja. Ja, ik kijk er wel naar op. Toffe man, altijd vriendelijk met de fiets door de stad uit. Dus ja, heeft Hassel op de kaart gezet uiteindelijk, zo'n beetje. Dus respect voor die man. Men had beter moeten nadenken en hem niet zo... Ik weet het niet wat ze met Steve van plan waren, maar ze hebben hem achtervolgd de laatste jaren. Waarom? Ik weet het niet. Ik heb daar geen woorden voor. Stevaart kwam de laatste jaren een paar keer in opspraak. Gisteren werd bekend dat hij vervolgd werd door de Belgische justitie in een vermeende verkrachtingszaak. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden in het kanaal. Maar de Hasselaren staan nog steeds achter hun Steve en herdenken hem vandaag massaal. En hij was vooral bezig met de anderen. En het valt vooral op hoe dat wij zelden gevraagd hebben hoe het met hem ging. En dat valt nu wel heel zwaar, ja.